Zo, hallo mensen. Het is weer een nieuwe video. En wij gaan een mooie marmeleenvloer leggen in Utrecht. Het is een hele nieuwbouwwijk waar we nu aan de gang zijn. En we gaan daar vandaag twee kamers leggen met marmeleen. De Merengue, de 3590 van de Cocoa serie. Weer een prachtkleurtje. Dus ja, twee kamers in een gangetje gaan we leggen. En ja, ik laat jullie weer zien hoe wij dat doen natuurlijk. Hello floor. Het is weer een mooi kleurtje die we gaan leggen vandaag. Dus kijk lekker mee. Het is wel weer een mooie nieuwbouwwijk hoor, waar ik nou weer terecht ben gekomen. Ach joh, die wijken worden de grond gestampt. Het is alleen maar beter voor ons, want we hebben alleen maar meer werk natuurlijk. Kijk, we zijn natuurlijk ook weer met de Hello Floor bus. Blijf het toch mooi vinden hoor. Eigenlijk kop op die bus. Ik dacht, weet je wat? Doe het gewoon. Fuck it. Kijk hier wat een mooie witte tanden ik hier heb. Prachtig hè? Hier nou zulke witte tanden. Dan doe ik hem op mijn nek als jij hem onder gewoon vast kan houden. Zo. Doe ik hem op mijn rug. Dan lopen we zo omhoog. Nee, wordt gewoon afgeleverd, ben beloond. Dit is de schuurmachine. Hiermee schuren wij de vloer. Want wij hebben hier vloergever zitten gipsbondregelingen. En nadat de vloer droog is, zit er altijd af en toe misschien nog een spiegeltje in of een bultje. En die schuren we weg van deze schuurmachine. Een topding. Voor als we marmeleenvloer gaan leggen, dan moet de vloer natuurlijk super vlak zijn en strak. Dus daarom halen we altijd de schuurmachine eroverheen. En dan is de vloer helemaal dicht top. Het is hier lekker warm eigenlijk. Misschien wel gratis, maar 20,5 graden. Ik zweet wel. De kleren. Maar goed, voor de marmeleen wil ik vaak altijd 18 graden ongeveer in huis. We gaan de meringue leggen. Dit is de 3590. Weer een mooi kleurtje van de Cocoa serie. En weer een prachtig kleurtje. Die gaan we leggen vandaag. Kijk, als we interesseren, je kan er altijd nog wat weglopen. Vaak wil je dit soort trapleuningen. Zitten er vaak nog soms gaatjes of loopt het gewoon weg van de zijkant. Daarom moeten we dit nog even aanspreken. Met de architect, schep 4. Het is binnen een half uurtje droog. En dan kunnen we daarna gewoon de vloer eroverheen pakken. Het wordt echt wat strakker. Vooral met marmeleen. En dat kuiltje en zitten de zijkant, maar dat kan je gewoon vaak zien. En dat willen we ook nog niet. Dus zo, dit dat ik net heb aangesmikt met de architect Z4. Het is nu droog. En ik ga even alleen met de schuurmachine doen of de schuurstijf eroverheen. Dan is het mooi klaar. Oké, nou, alle voorbereidende werk hebben we gedaan. Dan zie je dat de deuren hebben niet hangen. Die haal ik er altijd uit. Het is ook fijn voor ons, als het al was gedaan zoals wij komen. Vooral met marmeleen is het erg moeilijk om onder de deuren soms of eromheen te snijden. Ja, we moeten daar natuurlijk ook strak. De marmeleen vloer leggen. Dus de deur is altijd eruit gehaald. Deze rol hebben we al uitgesneden op de loods. Dus dat is mooi. Eigenlijk altijd als de marmeleen vloer leggen wil ik minstens 18 graden in huis is. Want hoe kouder, hoe stugger het is om dat spul te verwerken. Doe dezelfde leg richting houden aan, dus je trekt hem nu die kant over. Het kan soms wel zijn dat je een klein beetje kleur verschuurt, dus dat willen we niet. En de reden waarom ik deze baan heb gelegd, is dat deze baan eroverheen. Maar
maak een mooie lijn. Ik wil dat die warm leefvloer hard de deur valt, dus precies in het midden van de deur. Dus als de deur dicht is, zie je inderdaad niet. Krassen we dit precies mooi af, snijd ik de onderbaan in. En dan hebben we gelijk onze mooie naad. Want we gaan deze naad strak op elkaar leggen. Dit is de lange afkrasser. Hiermee kan je het echt mooi, bijvoorbeeld een mooie rechte lijn langs een muur snijden of inmeten en snijden daarna in. Eigenlijk ligt hij al zo goed als goed. Alleen omdat hij natuurlijk op rol zit en één keer. Ik nou weer wel. Ik vind het naadje gewoon niet goed genoeg. Want zo'n rol komt natuurlijk uit de fabriek en die staat dan zo op zijn zijkant. Waardoor de zijkant ook een beetje. Dat ziet er gewoon niet uit. Dus daarom moet ik toch nog even snijden. En dan snij ik nog even mooi met de rij. En dan gaan we een mooie naad creëren. Ik ga ik gewoon tegen de zijkant aan. En dan haal ik er gewoon nog een reepie vanaf. Zo. Dit doen we de lange afkrasser. En dan snijden we zo in. Even een keertje. Ja, gewoon verder. Ik heb dit met de lange afkrasser gebruikt. Dan snij ik hem in met de haak. Zo, bam. Nou, we weten de maat, dus die kan ik gelijk aanhouden. Huppakee. Nou, dat wordt helemaal mooi. En dan hou je gewoon. Volg gewoon precies die lijn die je gemaakt hebt met de lange afkrasser. Een lijntje volgen. En dan snij ik gewoon zo in. Dan gooi je weer lucht eronder en dan weet je voor hoe naar de kant komt. Volgens mij ligt hij al goed. Eén keer. Top. Dit is de lange rij. En aangezien we deze naden strak op elkaar gaan leggen, dus naden gaan niet lassen, wil ik gewoon dat die naden strak zijn. En als ik ook weer kijk, gooi me mijn gezicht op zo'n naadje gaan zien, wil ik het nog niet naartoe behoren. Dan haal ik ongeveer 1,5 centimeter haal ik eraf. Want dit stuk blijft liggen, dit stuk dat eronder ligt, gaat naar die andere kamer. Oké, nou moet je een goede hand hebben. En natuurlijk niet te hard drukken, want anders zit ik weer in een andere voor te snijden. Zodat die man dat in de kamer vasthoudt, ja, die weet er alles van, hè. Laatst moest ik gewoon een heel nieuwe baan kopen. Omdat ik denk, laat hem even snijden. Ja, weet je, die jongere gasten moeten het ook allemaal leren, toch? Die fout heb ik ook allemaal gemaakt. Nu het moment van de waarheid. We gaan die vloer eronder vandaan trekken. Gaan we even kijken of mijn naadje goed gelukt is. Het moment van de waarheid, deze. De naad is super strak geworden. Kijk, dit druk je de lijn tegenaan. En dan hebben we gewoon een mooie, strakke naad.
soms vergeet je wel eens wat. We waren gewoon de wals vergeten bij een klant. Ja. En ja, dit is eigenlijk het belangrijkste onderdeeltje als we marmleem gaan leggen. Want als we marmleem leggen, zit er altijd, kan er een blaasje onder zitten, maar we moeten hem ook aandrukken. Zodat hij goed pakt met de lijm natuurlijk. En weet je wat, die klant dacht, ik zet het ding gewoon lekker buiten. Maar ja, gaat het natuurlijk roesten met de regen en weet je wat het nu is. Dus ja, we moeten hem even schoonmaken. Dus doe ik maar eventjes met dit ding. Daarna even met een schuurmachine of een schuurpet eroverheen. Want dat kan natuurlijk niet, hè. Dus daar was ik niet zo blij mee met die klant natuurlijk. Maar goed, eigen fout. Ik heb er weer van geleerd, dus dan moet ik hem maar even schoonmaken. Nou, ik denk dat het zo wel even voldoende is. Dan kunnen we tenminste aan de slag. Dit is de oude wals van mijn vader. Volgens mij weegt het ding wel 50 kilo, dat weet ik niet eens zeker. Even kijken. Even kijken of we nog kunnen deadliften. Oh. 50 kilo's. Oh. Nou, laten we dat maar niet doen, laten we naar boven gaan. Zo. Het leven van de vloer leggen. Het gaat niet over rozen, zeg ik wel. Nu komt het moeilijk gedeelte. Nu komt dit mooie gangetje aan de bas. Dit gangetje gaan we dus in de breedte zo openklappen en doen we half om half. Want als we deze hele lap zo terug moeten slaan en dan in lijmen kan het vaak een beetje gaan scheuren bij bepaalde hoeken. En dat willen we natuurlijk niet, dat vind ik ook heel vervelend. Dus daarom pakken we eerst de ene helft en dan de andere helft. Het werkt gewoon wat makkelijker, we zijn wel ietsjes langer bezig en hoop je een beetje meer te spelen met de lijm. Of wat moeilijker te lijmen is het. Maar het gaat om het resultaat natuurlijk. Dus ik heb het eerst helemaal uitgesneden. Dat doe ik, zodat ik hem zo terug kan slaan in de breedte. Want anders blijft hij hangen vaak aan de zijkant. Want als ik bijvoorbeeld naar de rijtjes dan bijvoorbeeld dan een beetje op maat snij, dan blijft het altijd hangen. En dan loopt het gewoon heel vervelend op de kloten, zeg maar. Ja. Dit is de korte afkruiser. Dit stukje marmeleen ligt natuurlijk over. Maar alleen vloer al die gelegd is. Dus we moeten nu de naad op strak maken. Dus ik kras hem ook met deze. Dan kan ik een mooie rechte snijden. Nu tijd voor de laatste slaapkamertje. En dan zit het maar alleen voor vandaag erop. Vandaag gewoon nog een beetje blazen. En vinden jullie het nou een leuke video? Of denk je, hey, ik wil dat graag eens zien in het bedrijf van Nick? Geef een andere reactie wat je graag zou willen zien. En dan gaan we kijken of we dat erin kunnen gaan gooien. Tony komt ook weer terug. Mooi hondje. Die komt ook weer terug in de video's. Dus nou, laatste kamertje gewoon doen. Oh mensen, vandaag is het kwark met ananas erin en het zakje heb ik er ook in gedaan, maar het ziet er een beetje... Ik moet het even roeren denk ik nog. Ik dacht ik doe weer eens wat nieuws. Zo, lekker hoor.
is nu tijd om de plinten te plaatsen. Gijs is al lekker bezig. Wij zagen onze plinten over met de afkortzaak Vestel. Een topding. Vroeger toen ik begon plinten te plaatsen met gewoon mijn vader. Had heel veel zaagtafel uit de jaren 80. Nou, dat was mijn ding, jongen. Die maakte herrie. Je werd gewoon doof. Maar dit ding is top. Nou ja, zie je het al. We zijn goed mee bezig. Overal zijn we plinten aan het plaatsen. Deze plinten zijn 9 centimeter hoog. En je kleur al 19 wit. Dus ja, nou ja, kijk het probleem. We gaan even de plinten plaatsen. De plinten zijn geplaatst, alles is vast. Het is nu tijd om de bovenkant met de plinten met een wit acryl te gaan afkitten. Het dop is zo schuin afgesneden. En hou hem zo, langs de kant, langs de plint. Ze zijn vrij simpel hoor. Vingertje er langs en klaar. Dan ziet het er mooi strak uit. Plint, nu heb ik gewoon schuin het even aan. Dan trek je gewoon één stuk. Een mooie witte lijn. En dan zie je het langs van niet meer. Dan ziet er gewoon veel mooier uit. Het zit erop, mensen. Het is een prachtvloertje weer geworden. De gang is af. De twee slaapkamers zijn af. Plinten zitten erop. Op tijd gaan we nog een keer misschien de onderkant van de plinten afkitten. Misschien gaan we binnenkort nog twee trappen maken met tapijt. Ik heb daar ook een video van natuurlijk. Maar het ziet er heel mooi uit. Sowieso de verkoopserie is erg populair. En het is gewoon heel erg mooi. Klant is ook super tevreden. Daar zijn we zeker blij mee. Ik ben gewoon blij mee. Gewoon ziet er weer mooi uit. Oh, wie kan die wals weer naar beneden brengen? Dat ben ik natuurlijk. Ja, alles zit erop, alles zit erin. Plint zit erop, naakjes zitten er mooi. Nou is het tijd om weer te gaan. En nou zie ik die camera maar voor mij. Dat is van zijn arpie. Mag ik dit ding weer gaan tillen? Heel mooi. Binnen naar beneden. Omhoog en naar beneden. Op en neer, op en neer. Ben je een beetje tevreden, jammer? Fantastisch voor jongen. Vakwerk. Hello voor vakwerk. Mooie voeren. Top man, dankjewel.